Oké. Goedemorgen. Welkom. Het is zaterdagochtend. Vandaag gaan we samen yoga doen. Mijn naam is Helena en ik nodig jullie uit in deze ochtend is de Flow Yoga. Je hebt vandaag alleen je yogamaat nodig. Je mag ook op jouw kussentje gaan zitten. Als het je eerste keer is met ons, is niet bang, doe gewoon lekker mee. Misschien ga je iets voor jezelf ontdekken wat je niet wist over je lichaam. En voor de grootste deel. Gewoon even samen leuk plezier hebben. We beginnen dan in een zittende houding. Op jouw mat. Je mag ook een kussen daarbij pakken. Ik zit vandaag op een bolster. Ja, als je een bolster hebt, gebruik hem. Anders mag je op een kussen zitten of gewoon op je mat. En dan heb je comfortabel kleren aan. Je hebt verder geen schoenen nodig, alleen op blote voeten of misschien anti-slip sokken als je deze hebt. Maar het beste is op blote voetjes. Dan gaan we even aankomen in deze ruimte. Dus ga even zitten op je zitbordjes. Strek je rug en draai je schouders naar achter. En dan voel je jouw vaste verlenging hier, de opening in je borst. Sluiten we je ogen. Adem rustig in. Naar de buik. En dat doen wij een paar keer. Gewoon rustig doorademen. Om even aan te komen en in te tunen voor de practice. Dus rustig door de neus. In. En uit. Nog een keer in. Naar uit. En dan vervolgens breng je je armen omhoog. Kijk richting je vingers. Uitadem, handen voor je hart. Nog een keer armen omhoog. Diep inadem. Naar uitadem. En de laatste keer neem de ruimte mee. Naar uitadem. En dan kom je op je handen en knieën. Je kussen mag je gewoon naast je hebben. Kom je op je handen en knieën, spreid je vingers. Knieën zijn op de heupafstand en handen precies onder je schouders. Toppen van de voeten op de mat, strek je rug en we gaan voor cat and cow. Met diepe inademing reik je naar voren met je borst. Je buik rekt omlaag, daarbij iets naar achter kijkt voor je, open je borst. Adem uit, maak je een ronde rug en kijk richting je navel. En alweer inademen, een holle rug. En met uitademen, een ronde in je rug, we mobiliseren de ruggengraat. En we gaan zo door. Ronde rug en holle rug. Doe het een paar keer voor jezelf in je eigen tempo. Het is nog vroeg, dus misschien ben je pas wakker. En dan voel je vast stevigheid in je spieren. Dus het is een heel goede om jouw spieren hier los te laten. Helemaal fijn. En vanuit hier blijf je in je tabletop positie. Strek je je rechterbeen naar achter. En je duwt je tenen in de mat. Je hak reikt naar achter en ook iets richting de mat. Dus strek je been en duw in je tenen. Voel eerst even de stretching in de achterkant van jouw been. In je kuitspier. En hier gaan we een klein beetje bewegen. Een beetje pulseren naar voren en naar achter.
naar voor en naar achter. Kleine pulsatie. Oké. En een wissel. Dus buig je weer, zet je de rechterknie weer op de mat. En dan strek je je linkerbeen. En dan doen we precies dezelfde. Eerst de tenen op de mat, haakrek naar achter. Kijk tussen je handen. Een kleine pulserende beweging. Alsof je steeds verder naar achter wil reiken met je heel. Oké, fijn. Zet je weer de knie op de mat. Je mag dan je knie iets uit elkaar brengen. En dan trek je naar achter met je heupen. Dus je brengt je heupen richting de hakken. Laat je hoofd op de mat en ontspan. Armen naar je lichaam. Ontspan. Voel de zachtheid in je rug. Prima. Dan plaats je weer de handen op de mat. Duw terug in je tabletop. En vanuit hier komen we in de driehoekhouding. Down facing dog. Tak je de tenen in de mat. Kijk tussen je handen. Adem in de neutrale rug. En met uitademen duw je heupen omhoog en naar achter. Voeten zijn op de heupbreedte en je mag je knieën hier buigen. Trek je rug. Ga je je hond bewandelen. En dat betekent dat je knieën één voor één buig en strek. Buig en strek. Wandel je hond op één plek. Dus we maken de stretch in de benen meer. We creëren meer ruimte in de spieren, maken ze soepel. Wat kan nog beter zijn dan dit? Vroeg in de ochtend. Misschien voor sommige mensen niet helemaal vroeg. Misschien zijn er vroege vogels tussen jullie. Hoe dan ook, deze voelt helemaal fijn. Het is een van de beste oefeningen dat je je dag mee kan beginnen. En dan probeer deze. Trek je met beide hakken omlaag. En dan buig je knieën, plaats je buik tegen de dijen. Nog een keer strek bij de benen, duw de hak omlaag en buig je de knieën. Laatste keer strek, duw de hak omlaag. Licht je haken, buig de knieën, buig tegen de dijen. En vanuit hier maak je kleine stappen, wandel naar de voorkant van je mat. Probeer je benen niet te veel buigen terwijl je wandelt. Dat zorgt ook voor flexibiliteit hier vanuit je heupen. Daar komt de ruimte. En als je aan de voorkant van de mat bent, dan mag je je knieën buigen. En dan ontspan je je hoofd, nek en schouders. En je mag dan ook je ellebogen vastpakken en ga je even van één kant naar de andere. Klein beetje bewegen, zwaaien. En ontspan de bovenkant van je lichaam. Adem rustig door. En dan laat je los van je handen. En langzaam kom je omhoog. Je mag je knieën iets gebogen houden. Dus hou ze zacht langzaam. Langzaam rol jezelf omhoog. Met een ronde rug kom je omhoog. Je hoofd blijft nog laag. Dus je komt pas als laatste omhoog. En dat helemaal fijn. Dan gaan we beginnen met de zonegroeten. Ik ga het een klein beetje aanpassen, zodat ik volledig in de camera ben. Oké. Nou. Dan komen we aan de voorkant van de mat. Hou je grote tenen bij elkaar. Hakken zijn iets apart.
Trek je benen. En dan mag je je handen hier op je heupbootjes plaatsen. En je duwt met je duimen op de heupen. Dus je duwt ze naar voren. Open je borst, trek de schouders naar achter. En dan breng je armen parallel met je lichaam. Voel even na, voel je lichaam. Blijf ben je hier stabiel voor contact tussen je voeten en de mat. En dan vanuit hier breng je armen omhoog. Kijk richting je handen. Adem je uit en buig voorover. Dan lift je borst, kijk voor je en stap naar achter. Rechtervoet en linkervoet volgt. En dan kom je in je plank. Activeer je buikspieren. Lange rechte rug, kijk tussen je handen. Hou vast. Krachtige armen, krachtig buik. En dan vervolgens buig je knieën. En plaats je de toppen van de voeten op de mat. Armen parallel met elkaar. Je buigt je ellebogen. En je komt met je borst en kin op de mat. En dan reik je naar voren. Glijd over je mat. Duw je hand en lift je borst. Cobra. Uitadem. Plaats je de hoofd op de mat. Tak je tenen. En rust terug in je down facing dog. Eventueel voeten iets naar voren stappen. En dan reik je weer naar achter met je heupen. Hakken zijn iets gelift. En breng aandacht naar je rug. Probeer deze gestrekt te houden. Adem rustig door. Voor 1. 2. 3. Rustig ademen naar je buik. 4. En de laatste. 5. En dan vervolgens buig je je knieën. Kijk tussen je handen en stap met je rechtervoet naar voren. Linkervoet volgt. Strek weer je rughanden op jouw schenen. Uitadem en buig voorover. Adem diep in. Kom omhoog. Neem je armen mee. En uitadem. Semi-stiek. Neutrale positie. Nog een keer. Adem in. Armen omhoog. Adem uit en buig voorover. Zet je borst en stap naar achter. Hoge plank. Hou vast. Voel de kracht in je buik. Duw naar achter met je haken. Knieën op de mat. En weer gaan we in de cobra. Borst een kin op de mat. Rijk naar voren. Duw je handen. Licht je borst. Adem uit, sluit neer, tak de tenen en duw terug, down dog. Oké, pas je positie aan, stap de voeten op de juiste lengte, op de juiste afstand van je handen. En dan vanuit hier, stap je met je rechtervoet naar voren en je linkerknie zet je meteen in de mat. En je komt in je easy lunge hier. Armen omhoog. En kijk, misschien blijf je hier, dan is jouw knie 90 graden hoek. Of het kan zijn dat je iets meer naar voren en diep kan reiken. Hou je borst open, kijk omhoog. Hou je vast. 2. En 3. En dan vervolgens plaats je de handen op de mat. De beide kanten van je voet. En dan strek je je voorste been direct naar achter met je heupen. Naar voren buig je knie. Misschien het dieper. En weer naar achter. Hier mag je je voet geflext houden. Of je mag ook de tenen op de mat hebben wat je wil. We bewegen zachtjes naar voren naar achter. En we worden steeds meer bewust van deze beweging en van ons onderlichaam. Doe dat nog een keer. En dan weer buig je knieën, handen blijven op de mat. Je stapt naar achter met je knie.
Tap je tenen en kom je terug in je downfacing dog. Oké, prima. Andere kant, linkervoet. Step je naar voren. Rechter knie in de mat. Easy lunge. Armen omhoog. Zorg dat je heupen hier parallel staan. En dat betekent dat ze in één lijn met elkaar zijn. En als je kunt, rek je iets dieper. Open je borst en kijk omhoog. Adem in. Voor één. Twee. Adem door. En drie. Oké, handen op de mat. En we doen dezelfde. De hamstring stretch. Rek je naar achter met je heup. En buig je weer de knie. Je mag hier iedere keer iets dieper proberen te gaan. Ontdek wat je lichaam kunt. Ontdek de flexibiliteit die je nog niet eerder hebt ervaard. Laatste keer. En dan kom je weer naar voren. Zet je de handen op de mat, tak je tenen. En stap terug in je downfacing dog. Reset. Trek je benen. Duw met je hakken iets omlaag. Trek je rug. Kijk richting je borst. Armen zijn krachtig. Lange nek. En dan buig je de knieën, kijk tussen je handen en stap met één voet naar voren, andere voet volgt, lift je borst. Uitadem, buig je voorover. Kom omhoog, adem in. En uitadem, samen stieten. We doen nog één laatste keer hier. En ons lichaam wordt nu steeds warmer. En er komt meer flexibiliteit. Dus kijk of je een stapje verder hier kan gaan. Vanuit je plank, kijk of je misschien met de benen gestrekt omlaag kan komen. Dus buig je ellebogen, houd de benen gestrekt. En met inademen duw je naar voren, lift je borst, je kan in je upward facing dog. Adem je uit, rol door je tenen, kom in je down facing dog. En vanuit hier alweer rechtervoet, stap je naar achter. Zet je linkerknie in de mat. En openen we naar de zijde. Dus rechterhand komt net boven je knie. Je duwt voorzichtig in de knie. Voet komt op de rand en je kijkt naar je rechterschouder. Of iets verder draaien. En kijk naar je linkervoet. Rek omlaag met je heup. Laat je lichaam zacht worden. Helemaal goed. In adem kom je weer in het midden. Hand op de mat. Duw je tenen. Stijf je naar achter met je rechtervoet. En kom je weer in je down dog. Reset. En we doen de andere kant, linkervoet, stap naar voren, easy lunge, zet de knie in de mat en open naar de zij. Linkerhand op je linkerbeen, net boven je knie, open met je heup. Je voet is op de mat. En voel je de opening hier in je borst. Voel de ruimte. Voelt goed. En dan vervolgens kom je terug. Zet je de handen in de mat, tak de tenen. Zet naar achter met je linkervoet. En kom terug in down dog. Helemaal prima. En vanuit hier stap je met je rechtervoet naar voren. En dan draai je weer beide voeten parallel met elkaar.
En je komt in wide-legged walk, ja, dus de afstand tussen je voeten is ongeveer de lengte van je been. Dan plaats je de handen op de mat, misschien voor je, misschien iets meer in één lijn met je voeten. Strek je armen, duw je handen, lift je borst. Adem je uit en buig voorop. Dus je reikt met je hoofd op de mat, je wil je kruin op de mat plaatsen. Het maakt niet uit of dat lukt. Dit is een richting. Duw een beetje in je tenen. Ga niet te veel gewicht plaatsen in je hakken. Gewicht van je lichaam is verdeeld over je hele voet. Dus gebruik ook je tenen daarbij. En blijf je hier een paar keer rustig ademen. Dan misschien kan je nog met je handen iets verder naar achter wandelen. Dus dan wijzen je vingers naar achter. En je reikt nog iets dieper met je kruin. Helemaal goed. Plaats je weer de handen voor je, strek je armen. En dan hou je je linkerhand in het midden tussen je voeten. Rechterarm komt omhoog, adem je in, je draait dus naar rechts. Open je borst, strek je rug en kijk omhoog. Gebruik je voeten, gebruik je hand, je linkerhand om gewicht van je lichaam evenwicht te verdelen. Adem uit, plaats je weer de hand op de mat in het midden. En we doen de andere kant. Inadem, linkerarm komt omhoog en je draait naar links. Borst is open, rug is gestrekt. En dan plaats je weer de hand op de mat. Nou, vanuit hier gaan we naar de side lunge. Je rechtervoet blijft parallel met de korte zij van de mat. Dan ga je je linkervoet openen. Je buigt gelijk je rechterknie. En je komt in je side lunge. Let op. Opties. Je mag met je hak op de mat blijven. Je mag ook alleen op de tenen. Voor sommige mensen is het moeilijk om de hak op de mat te plaatsen. Dan kan je kiezen om gewoon op je tenen te blijven. Dus kijk wat voor jou past. En dan flex je de voet, tenen wijzen naar je toe, handen voor je. En dan strek je rug, hou je borst open. Adem rustig door. En je wil je heup hier openen, dus misschien kan je je hand gebruiken. Om ietsjes in je knie te duwen, onder je knie, niet op gewricht. Let op de spier die aansluit bij jouw gewricht. Oké, plaats je de handen op de mat en voorzichtig verplaats jezelf naar de andere kant. Open je weer de voet naar buiten. Kijk waar je bent. Je hoeft ook niet helemaal laag te zijn. Misschien ben je ergens daar. Niet hoger, dan ben je op je tenen. Het is ook een balansoefening, dus het is vooral een uitdaging om hier evenwicht te kunnen behouden. Dat maakt ons meteen wakker, want alle aandacht is op ons lichaam. We zijn hier actief. Oké, plaats je weer de handen op de mat en we gaan het een paar keer doen in een beweging, dynamische beweging. Dus naar rechts en vervolgens weer naar links.
Gewoon langzaam. Geen haast. Gewoon even bewegen hier. Denk aan een omaartje. Potjes, potjes naar één kant. Potjes, potjes naar de andere kant. Of misschien een spinnetje. Oké. Maak deze af. En dan vervolgens strek je beide benen. En vanuit hier wandel je met je handen naar voren. En je stap je rechtervoet naar linkervoet naar voren. En je komt langzaam weer omhoog. Oké, helemaal goed. We gaan verder. Met je voorstebeen, dus de been die dichter bij het scherm is, maak je een grote stap naar achter. Je achterste voet is parallel met je korte zij van de mat. En de andere voet is naar buiten gedraaid. En dan buig je je knie. 90 graden of misschien iets dieper. Achterste been is gestrekt. En dan plaats je elleboog op je knie. Of misschien heb je ruimte om de hand op de mat te plaatsen. Maar deze optie is in principe al goed. En dan breng je je andere arm over je hoofd. En strek diagonaal. Kijk omhoog. Alvast. Krachtige benen, voel contact tussen je voeten en de mat. Verduur je stevig met je achterste voet. Kijk omhoog voor de ruimte in je borst. Als je nog iets meer uitdaging wilt, mag je nog iets dieper gaan. En je handen, je armen achter jouw rug linken. Of gewoon naast elkaar houden. Nou, dan adem je in. Kom je terug omhoog. Strek je been. En draai je alleen de tenen naar de andere kant. Verder hoeft niet. Alleen verander de positie van je tenen. En dan buig je de andere knie. Achterste been is gestrekt. Elleboog op je knie. Buig iets lager. En met inademing rechtarm komt omhoog. En je strekt diagonaal. Kijk omhoog, open je borst. Adem door. Benen worden stevig, krachtig. En je wordt langer in je lichaam, komt steeds meer ruimte tussen je ribben. En stel voor dat jij wilt iets vastpakken en trek jezelf naar die plek. Dus trek jezelf omhoog en diagonaal. Wil je meer? Plaats je arm achter je rug. En link met je handen. Kijk omhoog. Helemaal prima. Adem je in. Strek je benen. En dan breng je de voeten samen. Misschien is het een sprongetje. En we komen zitten op de mat. Oké. Nou, vanuit hier. Als je je bolster hebt bij de hand, mag je hem gebruiken. Als niet, mag ook natuurlijk zonder. Misschien heb je ook een dekentje of een handdoek die je naast je hebt. We gaan in de pigeon, Rajagopetasana. Dus vanuit de knieën, hou je je rechterknie op de mat. En je strekt je linkerbeen achter je. Nou, wat je hier kan doen, de positie van je voet, hoe dichter het bij je lies komt, hoe makkelijker het is om je balans te houden. Dus als het voor jou wat lastig is, dan hou je de voet naast je. Je mag dan even je kussen gebruiken.
en plaats ze onder je heup, zodat je hier voldoende steun hebt. Het focus ligt hier op de heupen. Ja, dus we willen de heupen in lijn houden. En we willen ook de spanning in de onderrug ontlasten. Dus dan plaats je je handen op de mat. Misschien kan je de voet ook iets meer naar voren schuiven. Probeer een paar opties. Kijk wat voor jou het beste is. Voet naast je of voet verder van je. En dan ga je elleboog op de mat plaatsen. Heb je de kussen bijvoorbeeld onder je heup niet nodig, maar je hem juist onder je hoofd plaatst. En daar ontspannen. En deze voelt helemaal fijn. Dan voel je hier de ruimte achter in je bil. Daar komt een stretch. Probeer je rug hier te ontspannen. En we blijven hier een minuutje zitten of liggen. Als je verder niets naast je hebt, dan mag je ook gebruik een kussentje maken van je vuisten. Plaats je één vuist op de andere, dan laat je je hoofd daarop. Oké. Dan plaats je de handen op de mat. En wissel van benen. Dus je mag gewoon je heup hier op de mat plaatsen. Zitten. En wissel je van benen. Linkerknie blijft voor je op de mat. En de andere been strek je naar achter. Oké. Corrigeer jezelf, pas het aan. Als je iets onder de heup wilt plaatsen, doe dat. Of voor je. En dan komen we weer in de pigeon. Probeer je onderrug te ontspannen. Ontspan je schouders. En zoek hier even je rust. Hoe langer je in deze positie blijft, hoe meer ruimte je zal ervaren in je heupen, ontspanning in je rug. Dus zorg vooral dat het comfortabel is. Sommige mensen vinden het misschien fijn om armen helemaal naar voren te strekken. Dus hier ben jij de baas. Kijk wat er allemaal mogelijk voor jou is en vooral wat voor jou goed voelt. En dan komen we voorzichtig uit. Duw op je handen. Dan rol je gewoon over je heup. En schuif je rechterbeen naar voren. Oké, fijn. Dan gaan we verder. Dan blijf gewoon zitten zoals je zit. Dan pak je je rechterknie. Open de knie naar buiten. En je voet zet je naast de binnenkant van je dij. Deze mag trouwens ook op een kussen. Dus je mag ook hier iets onder je heupen plaatsen, onder je zitbordje. Strek je been, flex de voeteinden wijzen naar je toe. Dan lift je armen, strek je rug en dan rek je naar voren. Lage rug. En niet te veel ronde, rek naar voren. En dan kijk waar je handen kunnen uitkomen. Het kan misschien je kuit zijn, of je scheenbeen.
Mag je enkel zijn of je voet? Alles is goed. Kijk je naar voren, adem je in. Verlijn je rug nogmaals. En met uitademing buig je voorover. Ontspan hier je schouders en nek. En buig je over je gestrekte been. Focus op de verlenging in de onderrug. De ronding komt hier vanuit de bovenkant. Jouw bovenrug, middelrug. De onderrug proberen we te verlengen. En door middel van rustig ademen komt er steeds meer ruimte en worden we bewust van de ruimte in de heupen. We hebben een mildvlakke stabiliteit in de benen. Probeer de schouders ontspannen te houden. En dan kom je in adem. En uit adem. En weg. Nu pak je je linkervoet. Buig je de knie naar buiten. Plaats de voet tegen de zijkant, de binnenkant van je linkerbij. Oké. Reset jezelf, strek je rug, lift je armen. En met een lange rug rijd je naar voren. Uit adem plaats je de handen daar waar ze uitkomen. En vervolgens buig je voorover. En ontspan. En dan langzaam kom je terug. Adem in. Oké. Dan vanuit hier. Draai je naar het scherm toe. En we komen zitten door de lengte van de mat. Maak een aanpassing. En pak eens weer jouw kussen of een deken. En ga je daarop zitten. Nou, open je de benen. Wide-legged seated forward fold. Je voeten zijn geflexed. Nou, het afstand tussen je voeten is natuurlijk volledig aan jou. Heb je niet veel ruimte? Ben je hier? Heb je meer ruimte? Kan je de benen iets meer spreiden? Hoe dan ook, de benen zijn lang. Mocht het zijn dat je ergens pijn hebt, maak je één of beide knieën een klein beetje buiten. Probeer ze normaal gesproken gestrekt te houden. En je zit op, precies op je zitbordjes. Dus ga je niet weer naar achter leunen, naar je heupen. Meer naar voren. Naar rug is gestrekt. Hou je borst open en plaats je de handen voor je. Okay. En op deze manier gaan we stapgewijs een klein beetje naar voren wandelen met de handen. Zonder ronden in je rug. Dus ga je geen bolle rug hier maken. Al de rug gestrekt. Schouders strekken naar achter. En hier het gebit van één schouder naar de andere is open. Klein beetje naar voren en blijf daar. En achter. Nou, als je een paar ademhalingen hier bent gebleven, dan zul je merken dat het voelt steeds beter. Ja? Als het in het begin een beetje onaangenaam is, dan voel je, er komt steeds meer ruimte hierin tussen jouw benen. Dan maak je nog één stap met je handen. Iets verder. Of twee.
eigen lichaam. Forceer niks, respecteer je eigen grenzen. Kijk wat gaat. En wat niet gaat, hoeft niet. Geduldig zijn en lief voor jezelf. En misschien kan je nog een stapje maken. Voor sommige mensen lukt het misschien om elleboog op de mat te plaatsen. Lukt het niet, het is ook helemaal prima. Nu voel je actieve stretch aan de achterkant van je benen. Oké, en dan gaan we langzaam terugkomen. Stap per stap, op dezelfde manier hoe we hier terecht zijn gekomen, plaats je eerst de handen op de mat, je strekt één per één je armen. En in een kleine stapje wandel je handen terug naar je toe. Oké, en dan vanuit hier plaats je je handen onder je benen en houd jezelf, breng de benen samen. Oké, mooi. En dan gaan we liggen op de rug. De bolster mag nu weer naast je gaan. We gaan misschien niet meer gebruiken. Misschien wel. En gaan we liggen. En we komen in de brug houden. Voeten zijn op de heupbreedte en ze zijn naast jouw heup en naast je zitbotjes, dus naast jouw billen. Armen zijn op de mat, schouders op de mat, handpalmen duwen omlaag. We gaan omhoog komen met de buik en rug en borst. Wat hier vooral belangrijk is, we houden aandacht op de benen. Dus span je billen aan en stel in je hoofd dat je hier iets tussen je knieën hebt. Dat wil je vastknijpen. Dus knijp je billen, breng de knieën samen en hou de spanning aan. Op deze manier lift je je heupen en de borst omhoog. En je komt misschien niet helemaal hoog, het is prima, maar hou de spanning aan. En op dezelfde manier, met de spanning in je billen, breng je de heupen weer omlaag. Zonder dat je de mat aanraakt. En terug omhoog. Langzaam. Het is een dynamische beweging, maar geen snelle pulsatie. Dus je blijft bewust van je lichaam. Je houdt de spanning aan. En op een vriendelijke manier bouwen wij de kracht in de billen, in de dijen. En we zorgen ook voor de ruimte in de hartgebied. Ga je door met deze zachte, langzame beweging. Hou nog steeds alles aangespannen. Laat je niet los. Laat niet los van je billen, niet los van je knieën. Alles is nog steeds actief. Laatste keer. En dan maak je vervolgens je heupen langzaam weer op de mat plaatsen. Fijn. Dan ben ik hier. Breng je de knieën naar je borst. Hou je schouders op de mat en strek je benen. Strek je benen, hou ze lang, flex je de voeten en breng ze naar je toe. Je mag ook, als je nog je bolster naast je hebt, de bolster hier op je voeten plaatsen. En dan zorgt het voor iets meer gewicht in je benen. Maakt het iets meer uitdagend om alles intact te houden, maar dat zorgt eigenlijk ook voor een hoger niveau van de ontspanning in jouw benen, vervolgens.
eerst goed alles aanspannen en daarna ontspannen. En hou het vast. Verder hoef je niets te doen. Deze asana is heel goed voor je rug. Dus als je vaak last hebt van pijn in je onderrug, deze is heel goed. Kijk nu bijvoorbeeld, heb je je rug helemaal plat. Dan span je schouders, je mag je ogen sluiten. En dan komen we uit, buig je knieën, plaatsen op de mat. Dan pak je je rechterknie, breng het naar je borst. Linkerhand plaats je op je linkerheup en je duwt je heupbordje omlaag, zodat het op de mat blijft. Dan plaats je je rechterhand net boven je knie en je open je heup naar de zij. Schouders blijven op de mat, kijk omhoog. Nou, goed je ogen sluiten. Wij sluiten de practice er meteen af. Dat is al de laatste oefening die wij doen. Daarna gaan we ontspannen. Laat je rug weer ontspannen. Spieren zacht worden. En dan wissel. Rechterbeen gespreid. Pak je linkerknie. Eerst druk je naar je borst. Duw op je rechterhupbotje. En dan open je de linkerhup naar de zij. Dus het is oké om knie hier gebogen te houden. Wil je de been strekken, mag ook. Maar in dit geval is het helemaal fijn om je knie gewoon gebogen te houden, je voeten op de mat. Geniet van het gevoel, opening in je borst, opening in je heupen. Voel contact tussen je lichaam en je gaat ontspannen. Als je een dekentje naast je hebt, pak je je deken. We gaan een paar minuten ontspannen in de shavasana. Dus als je wil, pak je deken, ga je gewoon plat liggen. Voor degenen die willen gewoon bij deze stoppen, dan bedank ik jullie. Dus we komen dan even liggen. Benen zijn gespreid, voeten wijzen naar buiten, tenen wijzen naar buiten, hakken naar binnen. Armen zijn naast het lichaam, handen wijzen omhoog. Sluit je ogen. Breng je de aandacht naar je ademhaling. Adem diep in door je neus. En uitadem door je mond met zucht. Nog een keer door de neus in. Door de mond uit. Laatste keer in. En zucht het uit. Voel hoe de spanning je lichaam verlaat. En nu ontspan je je voeten, tenen, enkels, kuiten. Knieën.
Ontspan je dijen. Voel de ruimte tussen je heup. Ontspan de heupgebit. Voel de warmte in je buik en borst. Voel je contact tussen je hele rug en de mat. Schouders op de mat, armen op de mat. Ontspan je nek en hals. Je gezicht. Laat je open, je onderkaak openvallen. Ontspan je mond. Gezicht. Voorhoofd. En geniet je van de rust in je lichaam. Voel alles na. En voel jezelf klaar voor de dag. Ontspannend in je lichaam. Weer herzien van energie. Neem je nog een diepe inademing. En uitadem. En dan langzaam begin je terug te komen. En misschien voelt het fijn om eerst een kleine beweging te doen met je tenen, met je vingers. Dan kleine cirkels maken met je voeten en handen. Dan adem je diep in, rijk jezelf met jezelf lang, armen over je hoofd, point je teen, strek jezelf lang. En uitadem, knieën naar je borst, maak jezelf klein. En hier maak je nog even van één kant naar de andere. Bewegen met hier je rug. En vervolgens draai je zelf naar rechts en langzaam, langzaam kom je terug tot zit. Nou, dat was de practice voor vandaag. Ik hoop dat jullie daarvan genoten hebben. Ik wens jullie nog een hele fijne zaterdag. Geniet van je weekend. Blijf gezond. Hou jezelf warm. Word niet weggewaaid met de wind. Zorg goed voor jezelf. Mijn naam is Elena en ik bedank jullie voor het volgen van mijn les. Dank jullie wel. Namaste.